Hallo, mijn naam is Robin Vermeulen en ik ben afgestudeerd op de bachelor cultureel erfgoed. Ik heb mijn scriptie geschreven over graffiti in Amsterdam en ik ben gaan onderzoeken hoe graffiti behouden zou kunnen worden binnen een erfgoedcontext en vooral of dat wenselijk is vanuit de graffiti scene zelf. Daarvoor ben ik verschillende graffiti schrijvers gaan interviewen en gaan kijken wat zij nou eigenlijk vonden van het behoud van graffiti. Uit mijn onderzoek is gebleken dat graffiti het beste behouden kan worden buiten formele erfgoedkaders door de graffiti scene zelf. Bijvoorbeeld in de vorm van een community archive. Dus eigenlijk op de manier van DIY heritage management. Dus dat de scene zelf of een gemeenschap zelf hun erfgoed bewaart. Hallo allemaal, ik zou het echt heel leuk vinden als jullie op mij stemmen voor de publieksprijs.